Als je je machtig voelt, ga je je dominant gedragen. En daardoor word je aantrekkelijker gevonden. Maar tegelijkertijd. En je wordt dus aantrekkelijker gevonden. Maar je gaat je tegelijkertijd ook assertiever gedragen. Hè? Omdat je dus geen, geen oog meer hebt voor gevaar of minder oog. En je meer richt op nou ja, aantrekkelijke personen. Ga je dus ook. Um, heb je ook die, die vraag en die aanbod. En daardoor krijg je ook, kom je ook een beetje in zo'n zo, zo visie op de werkelijkheid. Krijg je dat. Als, als machtige man. dat alle vrouwen jou aantrekkelijk vinden. Ontdekt dat macht heeft een enorm effect op mensen um, Mensen met macht gedragen zich ook anders, denken anders over de wereld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: een beetje kort door de bocht, maar je kan het best zeggen. Mensen met macht: het effect van macht is eigenlijk vergelijkbaar met het effect van alcohol. Als je een biertje of twee op hebt, dan voel je dan ga, dan bewegen je, dan beweeg je hier wat makkelijker, wat losser. Maar je bent ook wat minder ge, gericht op risico's. Hè? Je bent wat meer geneigd om te doen wat je wil. Uh, je bent ook wat in zekere zin. Um, open naar mensen, maar aan de andere kant ook een beetje gesloten, in de zin van dat je je minder interesseert voor wat anderen doen of zo. Je, je bent wat meer in je eigen perspectief blijf je hangen. Uh, en al dit soort effecten zien we ook voor mensen met macht. Mensen met macht doen het precies hetzelfde. Mannen zijn iets meer geneigd om risico's te nemen. Maar als je mensen macht geeft, dan zie je dat zowel mannen als vrouwen meer risico's gaan nemen. Dus mannen gaan, zeg, 20% gaat dan meer kiezen voor die risicovolle optie. En bij vrouwen ga, zie je net zo'n stijging. Dan gaat er ook 20% meer kiezen voor die risicovolle optie. Dus ja, er is wel een klein verschil tussen mannen en vrouwen. Maar vergeleken met het effect van macht zijn die verschillen eigenlijk klein. Kun je wat extreme voorbeelden noemen waarin het zich gaat uiten. Waar, waar mensen er echt ook last van krijgen? Nou ja, je ziet dat soort voorbeelden zie je dus, uh, terugkomen herhaaldelijk in de media. Uh, je ziet het vooral bij politici die dan vreselijk de fouten gaan omdat ze een enorme inschattingsfout maken. Omdat ze te veel richten op wat ze persoonlijk willen en ze vergeten dan uh, de risico's. Dus denk aan Bill Clinton, ja, die met die Lewinsky affaire, nou, dat ging natuurlijk vreselijk mis. Uh, terwijl ja, achteraf dat je achteraf kun je denken: van, ja, hoe kan die man zo'n inschattingsfout maken? Hij is toch een intelligente man. Maar ja, je ziet dus een ervaring van macht of een gevoel van macht. Leidt ertoe dat je dus die gevaren onderschat. Nou ja, en dan zie je dus terugkeren dat soort voorbeelden. Hè? Je ziet het bij Berlusconi, je ziet het nu bij Strauss Kahn, die IMF-topman. Je ziet het terugkomen dat mannen, nou ik zeg nu mannen, maar mensen in het algemeen met macht van die inschattingsfouten maken. Um, en we hebben wel het idee dat dat vooral mannen zijn. Uh, omdat je ziet gewoon veel voorbeelden van, van mannen die dat fout doen, maar ik denk dat dat vooral komt omdat er eenvoudigweg in onze maatschappij te weinig vrouwen in heel machtige posities zitten. Er zitten er zo weinig dat gewoon puur kanstechnisch de kans dat een topvrouw een fout maakt veel kleiner is dat dat in de media komt. En daarnaast denk ik ook dat vrouwen die zijn die zijn natuurlijk um, die zijn een uitzonderingspositie in de, in de top van het bedrijfsleven, de top van de politiek. En daardoor is het misschien ook best mogelijk dat ze nog wat meer uh, in de gaten worden gehouden. Dus dat ze, dat ze zich wel wat voorzichtiger bewegen. Dus het kan ook zijn, als er wel meer vrouwen in machtige posities komen, dat zij hetzelfde gedrag vertonen als mannen? Dat denk ik, dat zou ik voorspellen. Uh, ik zou zeggen, over 100 jaar hebben we ook dit soort. Um, ervaringen voor vrouwen. Ik verwacht dat als vrouwen een, een toppositie krijgen en dat dat wat meer geaccepteerd is, dat vrouwen ook wel eens uh, een seksuele intimidatie van een uh, leuke stagiaire of zo, uh, dat we dat zullen gaan vinden. Ja. Wat kun je er dan doen behalve goede voornemens? Um, dat is een goede vraag en dat is eigenlijk heel moeilijk. Want je zou zeggen: nou, nu ik dat weet, nou ik dit filmpje gezien heb, nou, ik weet dat onderzoek het laat zien, dan zal het bij mij niet meer overkomen. Nou, zo is het niet. Net zoals ja, je weet wat alcohol met je doet, maar het is niet zo dat als je nu een biertje denkt dat je niet meer die effecten vertoont. Je moet er eigenlijk actief voor gaan compenseren. Dus je moet actief stilstaan bij jezelf en denk je: van ja, hoe gedraag ik me nu? Hoe, hoe zou ik me eigenlijk moeten gedragen? Hoe had ik me anders gedragen als ik niet misschien machtig had ge, geweest. En uh, als je dus echt stilstaat bij jezelf, dan is het mogelijk om die effecten om te draaien. Een ander ding wat je kan doen is: we vinden deze effecten voor mensen die die zich machtig voelen, maar die ook heel erg ervan uitgaan van ja, dit macht is echt iets, ja, dat hoort bij mij. En dat, is, dat, dat neem ik ook zonder, zonder uh, kritiek aan, dat, ik me heel, dat, 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 dat het rechtvaardig is dat ik me heel machtig voel. Nou, als mensen zich een beetje bewust worden van het feit dat ja, ze hebben die macht wel, maar dat is ze is gegeven bijvoorbeeld omdat ze gekozen zijn als politicus. Of dat is ze gegeven omdat ze, nou, ja, de aandeelhoudersvergadering heeft ze die leiding gegeven. Maar ze hebben het als een soort mandaat. Nou, als je dat mandaatidee hebt, dan zie je die effecten minder. Dus je moet, je, je moet in zekere zin een beetje nederig worden als machtige. In de zin dat je dat je weet dat ja, je bent ook, maar een, ook maar een rol bent.